allemaal, ik heb vandaag weer een shoplog voor jullie. Heel erg, alweer een shoplog, maar ik vind het gewoon heel erg fijn om te winkelen met korting. En aan het einde van het jaar is er nou eenmaal ongelooflijk veel sale. Ik heb dan ook daarom deze afgelopen week, of misschien iets meer dan een week, heel erg veel gewinkeld. Sorry als jullie trouwens af en toe vuurwerk horen, maar hier is het raam en het is vandaag 31 december, dus daar kan ik eventjes niks aan doen. Maar ik heb heel erg veel gewinkeld. Er ligt hier een enorme stapel. Normaal maak ik alleen shoplogs van één winkel, zeg maar, specifiek. Dus of Lush of Primark, dat soort dingen. Maar nu heb ik gewoon heel erg veel door elkaar. En het leek me ook wel heel erg leuk om aan jullie te laten zien. Ik ga er gewoon heel erg snel doorheen. Ik ga niet te veel vertellen bij elke aankoop zoals ik normaal doe. Want anders wordt het veel te lang. Dus ik ga nu gelijk beginnen. Ik heb wel weer iets van de Primark. Dat is namelijk deze jas. Ik wil eigenlijk geen try-on beelden bij deze video doen. Maar ik denk dat ik hem anders wel heel erg slecht aan jullie kan laten zien. Dus ik ga dat wel doen. Dat is deze grijze jas. Ik heb hem al vaker zien hangen. Ze hebben meer van dit soort grijze jassen. Allemaal net iets anders. En die waren 40 euro. En nu waren ze eindelijk afgeprijsd naar 20. En ja, ik wilde hem dan toch wel heel erg graag hebben. Hij heeft ook een riempje waarmee je hem dicht kan maken. Ik vind hem heel erg leuk. Goede lengte. Heel erg fijn. Meer een beetje een herfstjas. Maar aangezien het buiten niet heel erg koud is, was het nu gewoon prima. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik ben de afgelopen dagen heel veel op pad geweest. Ik ben gisteren in Breda geweest. In Antwerpen. De dag ervoor was ik in Utrecht. In Valkenburg. De dag daarvoor was ik in Maastricht. Ik ben in Amsterdam geweest. Heel veel steden gezien. En overal heb ik eigenlijk wel wat gekocht. Helaas zit de nieuwe look niet meer in Nederland. Maar wel in Antwerpen. Dus ik heb daar 3 dingetjes gescoord. Ze hadden daar hele erg leuke sale. Dus mocht je ergens zijn waar ze een nieuw look hebben. Ze hadden echt zeg maar gewoon de hele wintercollectie was volgens mij in de sale. En ook goed afgeprijsd. Ik heb dit hele erge oversized blouseje gekocht. Hij was normaal 23 euro en nu 9. En als je 2 producten kocht dan ging de korting zeg maar in. En ik heb 3 producten gekocht. Heel erg leuk. Ik vind het ook vooral een heel erg leuk blouseje om lekker thuis in te lopen. Dus dat heb ik nu ook gedaan. En dan heb ik 2 truien. En dat zijn 2 dezelfde truien. Deze kostte normaal 30 euro. En nu ook 9. En hij heeft een hele lekkere kool die nauw aansluit en niet te hoog is. Hij is niet super lang. Ik was met Nora in Antwerpen. Nora Gariep van Cadrizo Cadri. Zij heeft hem ook aangedaan. Bij haar vond ik hem wel nog wat leuker staan. Omdat hij bij haar echt heel erg lang is. Want zij is 20 centimeter korter dan ik. Maar ik vind het wel gewoon echt een hele fijne trui. Super dik. En die kocht ik ook in het kaki groen. En die was ook eerst 30 euro, maar die kostte nu 12. Dus per kleur is het verschillend afgeprijsd. Dat is deze kleur. Een hele mooie kleur vind ik zelf. Staat ook heel erg leuk bij blond haar. Hele lekkere warme trui. En echt een super goede prijs. Dat kocht ik in Antwerpen. Dan ga ik nu verder naar Maastricht. Ik ben weer eventjes de Lush ingegaan. Ze hadden super veel korting in Maastricht, maar ik wou niet te veel kopen. Ik heb eigenlijk alleen maar zeepjes gekocht. Op tweede kerstdag ben ik naar de Lush in Amsterdam Centraal geweest. Dat is de vorige video. Die kan je nu eventjes hierboven aanklikken in beeld. Daar zie je wat ik allemaal heb gekocht. Daar kocht ik onder andere deze Fun. En ik vind hem zo fijn dat ik er nog eentje van heb gekocht. Want die wil ik gewoon een keer aan iemand cadeau geven. Heel veel wat ik ga laten zien zijn ook cadeautjes. Ik ben echt verslaafd aan cadeaus kopen voor vriendinnen. En ze kijken meestal toch niet naar mijn video's. Dus dat maakt niet uit. Maar ik kocht hem ook in het geel. En deze is al uit de verpakking. Deze ruikt echt heel lekker. Ze stond iets op van oma's cake of zo. Het is zo'n fijn product. Nou ja, je moet maar die andere video kijken als je wil weten wat dit precies is. En die kocht ik ook in het groen. En die ruikt echt een beetje citrusachtig. En die waren nu volgens mij 4 euro. Dan kocht ik ook deze zeepjes. En dat is dus wat ik verder allemaal heb gekocht. Ik ga ze niet openmaken, want ik wil deze cadeau geven. Maar ik zal even een foto in beeld zetten van internet hoe die eruit ziet. Dit is de Reindeer Rock zeep. Die kan je ook zien in mijn vorige video. Die had ik al voor mezelf gekocht. Die vond ik zo lekker dat ik dacht, ik ga deze ook aan iemand cadeau doen. Dat is ongeveer 150 gram. Dat was iets van 4 euro per stuk. Dus al deze zeepjes waren ongeveer 4 euro per stuk. Dat is de Reindeer Rock. Dan kocht ik ook de Baked Alaska zeep. Die ruikt ook een beetje citrusachtig. Deze zeep bevat havermout. Ik weet niet of veel mensen het lekker vinden, maar ik vond hem er wel heel erg gaaf uitzien. En ik vind hem wel lekker ruiken. Havermout en sinaasappelsap. Porridge. Ook kocht ik sea vegetable. Met zeewier. Ja, gewoon zo'n oceaangeur. Maar dan niet zo'n vieze wc-lucht. Maar gewoon echt een lekkere oceaangeur. Lekkere. En Honey I Wash The Kids soap. En die ruikt dus net als veel andere producten die ik in mijn vorige video heb laten zien.
Heel veel geuren zijn hierop gebaseerd. Onder andere die gouden fun. Heel erg lekker. Een hele klassieke geur van Lush. Bij de Ethos kocht ik voor 1 plus 1 gratis. Dus nu had ik 2 zakjes voor 3 euro. Dat is om warme chocomel mee te maken. En ik vind ze echt super leuk. Ik kan het niet echt goed scherp stellen. Maar dit is van Choc Plus. En hier zitten kleine chocolade dingetjes in die zeg maar smelten als je ze in de melk doet. En marshmallows. En dan heb ik ook eentje met chocoladestukjes en toffee. En ik vind dat ook heel erg leuk om cadeau te doen. En ik heb ook voor mezelf 2 zakjes gekocht. Dat was bij de Ethos in Almere trouwens. Ook ging ik eventjes langs de Victoria's Secret op Schiphol. En daar heb ik niet heel veel gekocht. Want ik moet een beetje op mijn geld letten. Maar ik heb er niet echt moeite mee om ondergoed te laten zien. Dus ik laat hem gewoon eventjes zien. Dit is mijn favoriete ondergoed van Victoria's Secret. Normaal kost het 16 euro. En ze hebben nu 40% op alle slipjes. Dus ik baalde wel heel erg dat ik niet meer geld had. Dit model... Deze was nu 9,60 euro. Dat is dit model. En het is echt mijn favoriete model om zeg maar voor wat in te slapen. Het zit gewoon heel erg lekker. Echt een super lekker stofje. En als er zo'n rode sticker op zit, dan had hij dus 40% korting. En op heel veel andere dingen in de winkel zat sowieso ook 30% korting. Alweer 1,5 maand geleden denk ik, kocht ik 3 sprays van de wintercollectie. En 2 daarvan liggen thuis. En de andere heb ik hier bij me. Dus ik denk, ik laat die ook nog eventjes zien, want die kan je nu ook kopen. Dat is deze. En ik raad je echt aan om deze te kopen. Want hij ruikt dus naar zo'n vanille mint geur. Heel erg lekker. Blijft wel heel kort hangen vergeleken met andere sprays. Dat vind ik een nadeel. Maar deze krijg je dan ook bijvoorbeeld 3 voor 33 euro. Zoals altijd op Victoria's Secret. Bij Victoria's Secret. En ik heb ook de Frosted Cranberry en de Glazed Apple gekocht. En die apple is heel erg zoet. En die cranberry is dan wat meer, wat meer geur voor in de avond. En wat meer parfumachtige lucht. Die raad ik je ook echt aan om te kopen. En ze hebben ook nog een vanillegeur, maar die vind ik niet zo lekker. Bij de Albert Heijn kocht ik ook nog dit kaarsje. En dat is ook meer voor, ik dacht, als een vriendinnetje op zichzelf gaat wonen. Mooie roze gouden kleurtje. En die was nu met 50% korting. Dus daar heb ik maar 1,50 voor betaald. En hij heeft 20 branduren. Dat vond ik wel een heel erg leuk kaarsje van de Albert Heijn. En bij de H&M in Utrecht heb ik ook nog wat gekocht. Namelijk deze poncho. En die was eerst 40 euro en nu 15 euro. Hele mooie poncho. Een heel mooi motiefje zit erin. Hele stevige stof. Het is een one size fits all. En daar ben ik heel erg blij mee. Want ik vind het een hele chique poncho. En dit jasje vind ik ook heel erg leuk. Hij kostte eerst 50 euro en nu 25. Dus ook 50% korting. En het is een heel erg leuk bloemenmotiefje. Ik heb al heel veel witte donsachtige kledingstukken. Maar ik blijf ervan houden. Al jarenlang eigenlijk. Het is een heel erg leuk jasje. Ik hou tegenwoordig meer van echt lange jasjes. Maar dit staat toch ook wel heel erg leuk op een leuk t-shirt. Heel vrouwelijk. Heel erg leuk. Ook waren er heel veel BH's afgeprijsd bij de H&M. En ik heb er ook geen probleem mee om dat te laten zien. Dus ik zal hem even laten zien. Dat is namelijk deze BH. Ik vind hem heel erg mooi. En hij was nu maar 7 euro. En hij kostte denk ik eerst 15. Ik weet het niet 100% zeker. Ze hadden hem ook in het Bordeaux. En ze hadden sowieso heel veel andere mooie BH's. Super mooi motiefje. Heel erg blij mee. Een beetje dezelfde kleur als die trui. In Almere ben ik ook bij de New Yorker geweest. En daar hadden ze ook in de sale deze 2 BH's. Volgens mij waren die nu nog maar iets van 5 of 6 euro. Ik weet het niet meer precies. Maar dat is eerst deze BH. Ja, misschien vinden mensen het raar dat ik dit laat zien. Maar het maakt me echt niet heel erg veel uit. En ik zal hem niet compleet laten zien. Je hoeft niet precies de cupmaat te zien of iets. Maar ik vind het niet zo erg als jullie dit zien. Ze zijn toch echt super mooi. Echt een beetje, ja... Dit vind ik echt van die Hunkemuller BH's eigenlijk. Die vind ik zelf niet heel erg fijn. Maar van New Yorker vind ik de BH's wel heel fijn. Dus hier ben ik ook super blij mee. Als je op zoek bent naar een leuke BH. En ook voor de meiden van de leeftijd die naar mijn video's kijken. Hebben ze ook heel veel leuke kleine BH'tjes. En ja, best wel veel verschillende maten. En nu heel veel sale. Dus ik raad je zeker aan om even bij de New Yorker te kijken. Ik kocht er ook nog iets wat niet in de sale is. En dat is deze trui. En ik weet niet waarom. Maar ik vind het echt een hele leuke trui. Hij is stoer. En er zo'n tekst op staat... Het is iets wat ik nog niet echt had en wat ik toch wel heel erg leuk vind. Deze was 10 euro, gewoon normale prijs. Très belle Paris, gewoon een korte trui. Zo'n lekkere, pittige trui. Ik hou daar wel heel erg veel van. Ook was ik bij de Kruidvat in Antwerpen. En daar hebben ze namelijk dingetjes die je niet bij ons bij de Kruidvat hebt. Je hebt er namelijk de I Love lijn, die je bij ons bij de Douglas kunt kopen. Ook bij de Kruidvat. En ze hadden nu 2 plus 2 gratis, dus ik heb 4 producten gescoord. Allereerst deze Raspberry Douche Gel. En alles was een beetje tussen de 4 en de 5 euro, geloof ik. Deze was in ieder geval
4 euro, want hij zat in een cadeauverpakking. Een kerstcadeauverpakking samen met dit douchebal dingetje, hoe heet dat? En normaal kost die douchegel volgens mij 4,90, maar nu was dit samen voor 4, dus dat is wel heel erg leuk. En ook nog 2 plus 2. Deze ruikt heel lekker. Hij doet me een beetje denken aan een combinatie van Snow Fairy en de Comforter van Lush. Echt een super fijne geur. Ik wou er eerst heel veel van gaan halen, maar ik heb me ingehouden. Ook kocht ik dan nog een setje van de I Love Line in de Mango Papaya geur. En daar heb ik een body mist van gehad. Heel erg lekker. Dit is een zeep en een handlotion. Of gewoon een body lotion. Die ruikt super lekker. En dit vind ik heel erg leuk om zo naast elkaar neer te zetten. Ik heb nu Rituals in de keuken staan. Maar als dat op is bijvoorbeeld, kan ik dit neerzetten. En misschien wil ik het ook wel cadeau geven. Ik weet niet, ik vond het heel erg leuk. En omdat deze heel erg naar snoepjes ruikt, heb ik ook nog de Raspberry en Blackberry body lotion. Dus die hoort dan weer een beetje bij die douchegel. Super lekker en dus 2 plus 2 gratis. Ook hebben ze in Antwerpen bij de Kruidvat babylips die wij hier niet hebben. Ze verkopen namelijk 2 Dr. Rescues. En dat zijn deze 2. Helaas niet allemaal. Maar dit zijn dus menthol geurtjes. Ze hebben allebei een beetje dezelfde geur. De ene heet Too Cool en de andere heet Coral Crave. En deze heeft gewoon een klein beetje een... Deze laat dus een heel klein beetje kleur achter. En die andere is gewoon een beetje vergelijkbaar met de groene van Babylips. Maar dan wel wat meer een remedische geur, zeg maar. Ja, heel erg sterk. Een beetje een badlucht. Ik vind hem super lekker. En dit zijn ook zeker favorieten nu van mij. Dan hebben ze ook nog eentje die ik nog nooit had gezien. En dat is Hot Cocoa. En die ruikt gewoon een beetje naar chocola. Hij ruikt dus echt naar chocola. Misschien een beetje cacaoboter. Meer die kant op. En hij laat een heel licht nude kleurtje achter. En ook wel een mooie glans. Ik kan jullie vast verklappen. Ben je hier nou heel erg benieuwd naar? Houd dan echt even mijn kanaal in de gaten. Want volgende week zaterdag komt er een hele leuke video online. En sommige van jullie raden nu denk ik wel wat voor video dat is. Dat is waarom ik ook naar Antwerpen toe ben gegaan. Als laatste, als het goed is, heb ik dan alles gehad. Misschien is er nog wel iets wat ik ben vergeten. Ik heb zoveel tassen hier staan. Maar ik denk dat ik alles heb gehad. Was ik bij de Body Shop op Schiphol en bij de Body Shop in Almere. Ik ben helemaal gek van de Glazed Apple van de kerstlijn van de Body Shop. Die andere 2 geuren, die plum en nog wat, cranberry denk ik, vind ik echt niet zo heel erg lekker. Maar ik heb thuis een Glazed Apple zeepje van vorig jaar liggen in mijn toilet. En daar doe ik nu al bijna een jaar mee. Gaat super lang mee. Dus ik heb nu 3 Glazed Apple zeepjes gekocht voor mezelf om weg te geven. Ja, ze waren normaal 3,50 en nu 50% korting. Dus daar heb ik er 3 van gekocht. Ik heb ook nog een lippenbalsem van Glazed Apple en een body lotion. Maar die heb ik vorig jaar al gekocht. Nu kocht ik ook nog de handcream. En volgens mij was die iets van 3 euro. Het stickertje is eraf. Ik weet niet meer wat die precies kost. Ruikt heel erg lekker. Een beetje een wat dunnere crème. Dat vind ik toch wat fijner dan zo'n dikke body cream. En als ik dit gewoon lekker in mijn tas heb, dan smeer ik mijn handen ermee in. Of desnoods een beetje op mijn gezicht. Altijd handig om bij je te hebben. En het is ook lekker klein. Ruben houdt heel erg van om zijn gezicht te wassen met tea tree producten. En daarom kocht ik voor hem deze. En die was ook in de sale. Die was nu 4,50. En die gaat eruit. Geen idee waarom. Maar dit is een tea tree face wash. Een dikke witte substantie. Dus volgens mij is het een heel erg fijn product. Daar heb ik er meteen ook eentje voor mezelf van gekocht. En voor hem kocht ik ook een body lotion. Voor 3 euro. Een klein potje. Omdat hij toch niet echt body lotion gebruikt. Want de meeste luchten zijn echt best wel vrouwelijk. En dit is een beetje een... Ja, het klinkt misschien heel raar. Maar de Gillette Scheer Foam ruikt echt precies zo. Ik vroeg wat voor geur het was. Ze gaf hem niet echt een duidelijk antwoord. Als ik naar de voorkant moet kijken, is het een bloem? Ik weet het niet. Maar het is een beetje mannelijke lucht. Dus die kocht ik voor hem. En ik moest even naar de douche lopen. Maar ook van de Glazed Apple kocht ik deze scrub. Ik weet niet meer. Hij was tussen de 6 en de 9 euro. Ik weet eventjes de prijs niet meer. Misschien was hij 7. Ik weet het echt niet meer. Maar dat is deze scrub. En ik vind hem niet heel erg prettig. Want hij heeft een beetje een gel basis. En als je hem dus pakt, dan is het fijn dat het niet meteen verdwijnt. Want het is echt een soort van klont op je hand. Maar als je dan bijvoorbeeld je benen ermee wil gaan scrubben, dan is het een soort van gel. Het smeert niet echt uit. Maar hij ruikt wel heel erg lekker. Het is gewoon een suikerscrub. Dus ik weet niet of het echt een super goede scrub is. Maar hij ruikt heerlijk. Dus ik heb allemaal Glazed Apple producten. En die ruiken wel heel erg lekker. Nu is dus alles met 50% korting. En ze hebben ook nog andere producten met 50% korting. Dus er is heel veel te halen nu. Ja, ik ben weer een beetje blut. Maar jullie kennen me. Dit was mijn video. Kijk dus vooral ook even de vorige Lush shoplog. Ik heb daarvoor ook nog een Primark shoplog geüpload. En vergeet ook zeker niet om nog mee te doen aan de winactie van Jewel You. Dan moet je even de video kijken die nu in beeld verschijnt met de feestkapsels. Daar zit ook een hele leuke winactie aan verbonden. De winactie van het Mua palet heb ik al bekendgemaakt op mijn Instagram account. En ik verklap het maar gewoon. Volgende week zaterdag komt er een Babylips giveaway online. Waarin je onder andere
deze babylips kunt winnen. Super leuk. Dus hou mijn kanaal in de gaten. Dan zeg ik heel erg bedankt voor het kijken. Het is te laat om een hele fijne jaarswisseling te zeggen. Maar ik hoop alsnog dat jullie een heel leuk oud en nieuw hebben gehad. Ik vind het altijd maar een beetje apart zo'n jaarwisseling. Voor mij is het gewoon de dag erna. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat jullie nummer 1 goede voornemen van dit jaar is. Laat me dat even weten in de reacties. En dan zie ik jullie volgende week weer. Bedankt voor het kijken. Doei doei!